Basisschool Veerkracht is een basisschool in de Amsterdamse wijk Slotermeer. Het is een school met 8 klaslokalen, een gymlokaal, een buitenschoolse opvang en een speelplein waar ook kinderen uit de buurt kunnen spelen. Nou, ik kreeg via via te horen over de architectenselectie voor dit gebouw. En daar wilde ik heel graag aan meedoen, maar ik had nog nooit een school gebouwd. Dus ik heb mijn oude baas gebeld, Studio 9 Dots. En zij wilden wel graag samen met mij inschrijven. Dus ik heb samen met hun de architectenselectie gewonnen. Vanaf daar heb ik het bijna helemaal zelf gedaan. En af en toe op cruciale momenten is Studio 9 Dots nog aangeschoven. Ik heb me laten inspireren eigenlijk door 3 dingen. Het eerste is de architectuur uit de wederopbouw. Dat vind je hier ook veel in de omgeving. Dat is dat gebouwen heel verfijnde details hebben. Dat komt uit de periode vlak na de oorlog, waarin er bijna geen geld was, maar waarin er toch heel mooie gebouwen zijn gemaakt. En waar je nog steeds eigenlijk de liefde vanaf ziet spatten. Tweede, dat is de architectuur van Alvar Aalto. Ja, wat ik van hem leer is dat je van gebouwen niet altijd een grote doos hoeft te maken, maar dat je ook het kan opknippen in kleinschalige stukjes, zodat je meer een soort ensemble maakt, waarmee het heel erg aansluit op de context. En het laatste is Herman Hertzberger. En wat ik van hem heb geleerd is dat je de school eigenlijk moet benaderen als een oefenplaats voor samenleven. En niet als een gang met klaslokalen erlangs. Waar ik weerstand ondervond is dat het best moeilijk is om naast een goed functionerend schoolgebouw ook een goed stuk architectuur te maken. Dus daar heb ik me heel erg voor moeten inspannen. Hoe ik dat heb gedaan is eigenlijk heel veel eigen tijd erin gestopt. Dus het was absoluut geen winstgevend project. Ik vind de Abe Bollema prijs een super sympathiek initiatief. Want ik denk dat het wel heel belangrijk is dat architectuur ook af en toe wordt gewaardeerd om zijn kwaliteit. Ja, er zijn eigenlijk 3 dingen die ik hier geleerd heb. Het eerste is dat je ondanks de huidige aanbestedingscultuur altijd in mogelijkheden moet denken en goede partners moet zoeken. Het tweede is dat een schoolgebouw geen quick fix is, dus dat je altijd alles eruit moet halen wat erin zit. En het derde is dat ondanks beperkte budgetten dat je optimalisaties niet alleen financieel moet benaderen, maar dat je ook altijd gewoon tot het uiterste moet gaan.